Goed om terug te zijn. Welkom terug bij het YouTube-kanaal van Fred maak Games. Ik ben Fred en ik maak nog steeds games. Het is alweer een tijdje geleden dat ik er een video over heb gemaakt, maar gelukkig gaan we daar nu eindelijk verandering in brengen. En daarmee gaan we beginnen met iets heel cools. We gaan namelijk leren programmeren in Unity. En uiteraard leer je niet alles van programmeren in een klein half uurtje. Dat zou natuurlijk niet realistisch zijn. Ik ben nu al 14 jaar aan het programmeren, waarvan 7 jaar professioneel. En ik leer nog steeds bijna iedere dag bij. Maar vandaag maken we in ieder geval een start aan het leren van de basis van het programmeren om daarmee je eigen games te maken. Hieronder in de tijdlijn staan de verschillende onderwerpen die we gaan behandelen. Mocht je nou toevallig al ervaring of kennis hebben van een onderwerp, voel je dan vrij om gewoon eventjes te skippen. Naar een ander deel. En het is misschien ook wel handig dat je terug kan zoeken naar iets wat je bijvoorbeeld wat meer moeite mee had. Laten we beginnen met uitleggen uh, wat is programmeren nou eigenlijk. En programmeren is eigenlijk het geven van commando's aan een computer of een computerprogramma, in dit geval Unity. En normaal gesproken als we dat in de Nederlandse taal zouden doen, daar rijdt een computer niet zo heel veel van. Dus om ervoor te zorgen dat de computer of Unity weet. Wat het moet doen, moeten we ervoor zorgen dat we in een taal schrijven die de computer begrijpt en die wij ook begrijpen. En dat heet een programmeertaal. Je hebt honderden verschillende soorten programmeertalen, echt met allerlei verschillende doelen. En Unity gebruikt eigenlijk altijd C-sharp, dat is een programmeertaal gemaakt door Microsoft. En met C-sharp kun je eigenlijk eigenlijk alles. Je kan, je kan de games meemaken in Unity, je kan er apps meemaken met Xamarin, je kan er uh, websites meemaken, je, je kan er servers meemaken, je kan, je kan echt alles uh, met C-Sharp. Daarom is het denk ik ook een heel goed idee dat je uh, meer kennis krijgt van C-Sharp, dat je leert omgaan, uh, dat je leert programmeren in C-Sharp, zodat mocht je... Uh, Buiten Unity ook dingen willen programmeren, dan is het natuurlijk al super handig dat je al een klein beetje weet van wat je met bijvoorbeeld C Sharp uh, zou kunnen doen. En nog een voordeel van C Sharp is dat het ook nog best wel leesbaar is eigenlijk voor, uh, ja, gewoon voor gewone mensen zoals jij en ik, niet voor computers. Zoals wat je nu bijvoorbeeld op het scherm ziet staan. Het is eigenlijk heel simpel: als de speler uh, 16 jaar of ouder is, dan mag hij de game spelen en anders krijgt hij de melding. Dat hij de game nog niet mag spelen. Nou kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld al kennis hebt gemaakt met Unity in mijn Unity Playgrounds uh, video series. En daarin leer je eigenlijk het maken van games uh, in Unity zonder te programmeren. Dus waarom zou je nu in één keer wel moeten leren programmeren? En de reden daarvan, het is trouwens een goede vraag. Heel goed opgelet. Uh, de reden daarvan is dat met Unity Playground, met het, het visueel uh, programmeren, kun je niet heel veel. Je kunt een paar basisdingen maken, zoals een kleine adventure game of een kleine platform game, maar heel veel mogelijkheden heb je niet. En als je iets wil maken dat buiten wat Unity Playground biedt, valt, dan heb je al een probleem. Dan zul je toch echt zelf moeten programmeren. Laten we aan de slag gaan. Om te beginnen maken we uiteraard een nieuw Unity-project aan. Uh, in principe maakt het ook niet echt heel veel uit of je het 2D of 3D uh, template pakt. Ik pak normaal gesproken altijd 3D. Er zijn ook een aantal kleine dingen in de uh, video van vandaag waarin 3D wordt gebruikt. Dus laten we daarvoor gaan. Uh, project Name mag je natuurlijk zelf weten. Ik kies Fredma Games leer programmeren. We gaan simpel beginnen. Waar wij gaan beginnen is de console. De console is een hele makkelijke manier voor ontwikkelaars om vanuit de code uh, ...berichten te sturen naar de game. En die berichten zijn normaal gesproken bedoeld voor de ontwikkelaar... ...niet voor de speler. Die komen dan hier onderin uh, te staan. Ook als er iets mis is met de code, als er iets fout gaat... ...dan krijgen we hier in rode letters uh, dat er iets fout gaat. Maar het is bijvoorbeeld ook super handig als je bijvoorbeeld wil weten... Iedere keer dat er een kogel wordt gespannen of een kubus of een enemy of dat er een bepaalde botsing plaatsvindt of dat er ergens een doelpunt wordt gescoord of wat dan ook, dat is altijd makkelijk om te weten. Dus in plaats van dat je de hele feature al bouwt en alles visueel maakt, kun je het ook heel makkelijk oplossen door een klein berichtje naar de console te sturen. En daarmee gaan wij ook beginnen. En die, die berichten kunnen wij zelf programmeren. Dat is natuurlijk het makkelijkste. En wat ik ga doen is aan de linkerkant in de. Project View in Assets maak ik een nieuwe folder aan. Create folder. Die noem ik scripts. En dan in scripts rechtermuisknop create C sharp script. We gaan dus programmeren in C sharp, wat ik al zei. Dat script noem ik even uh, hallo allemaal. En op het moment dat je daarop dubbelklikt, en je hebt mijn uh, andere video over het installeren van Unity en Visual Studio ook gevolgd. Uh, dan is dit uh, allemaal al duidelijk. Maar als je erop dubbel klikt, komt Visual Studio dus uh, tevoorschijn. En zie je hier dat er al een stuk code in jouw script is uh, automatisch is gegenereerd. Dat doet, uh, dat doet Unity en Visual Studio zelf. En wat we allereerst gaan doen, is bijna alles weghalen. We gaan namelijk regels 7 tot en met 17 allemaal weghalen. Dus wat je dan over. En de regels 1 en 2 trouwens ook. Dus wat je dan overhoudt is uh, dit using Unity Engine. Uh, deze regel, deze public class, hallo allemaal en de twee kringels. Die hou je over. Je houdt zes regels over. Dit is het allerminimale wat een component in Unity uh, nodig heeft om het te kunnen, uh, toe te kunnen voegen aan een GameObject. Dus als we dit uh, opslaan en dan teruggaan naar Unity, dan moet die even reloaden. En dan ga ik even een nieuw hier uh, in de hierarchy. Rechterwijsknop, create empty. En we noemen dit: uh, hallo, zeg, gameobject. Mag je zelf weten wat. En aan de rechterkant, add component. En daarin: uh, hallo allemaal. En zo is ons eerste script toegevoegd aan ons eigen gameobject. Zo makkelijk kan het allemaal zijn. Maar het script doet natuurlijk nog niks. Uiteraard leg ik trouwens wat het allemaal betekent wat later uit. We gaan stap voor stap uh, hier doorheen. Het is niet echt realistisch om alles van het programmeren, alles wat er staat, helemaal uit te leggen. We gaan het wat simpeler, uh, wat praktischer opstellen. En wat er eigenlijk gebeurt is: uh, een klas in dit geval, uh, een klas waar ook uh, de dubbele punt hier hierbij staat, dat wil zeggen dat wij te, maak, te maken hebben met een script binnen Unity. Een script, uh, component dat je aan een GameObject kan toevoegen. Uh, dat script heet Hallo allemaal. Uh, je ziet hier die twee kringels, dat noemen we accolades. En accolades geven eigenlijk een groep code aan. En in dit geval, omdat de accolades na. Het Aanmaken van het script, eigenlijk staan. Hè? Dus je hebt hier: Hallo, allemaal. Dat is een uh, component. Dan heb je die uh, accolades. Dat wil zeggen dat alles wat in deze accolades staat. dat dat hoort bij het script: Hallo, allemaal. Die accolades gebruiken we veel in programmeren. En normaal gesproken, afhankelijk van waar je ze neerzet. bepalen ze een blok code. We komen zo nog even wat op wat andere voorbeelden terug. Maar voor nu neem van mij aan. Het uh, component bestaat uit code en die code staat tussen deze twee accolades. Om simpel te beginnen uh, kunnen we het beste even een bericht naar de console sturen op het moment dat de game start. Wat we daarvoor moeten doen is: we schrijven, schrijven in dit geval eerst even mee, dan leggen we het zo meteen uit. Public. Oh, en let trouwens heel goed op dat je, de, um, dat je exact hetzelfde schrijft zoals ik, behalve op de punt waar ik het noem. Uh, en let ook vooral op de hoofdletters. Dus in dit geval. Uh, public met kleine letters, void, v-o-i-d, start, start met een hoofdletter die is wel belangrijk en haakje open haakje sluiten en afhankelijk van jouw versie van Visual Studio vult die misschien al uh, automatisch in uh, dat er de haakjes gesloten worden en dat er accolades omheen gezet worden. Mocht dat niet zo gebeuren, dan laat ik even zien hoe het moet. Um, je hebt de dus start haakje open haakje sluiten, druk je op enter. En dan heb je dus die um, accolade openen en normaal gesproken dan voegt die automatisch de uh, de sluit toe. Drukken we op enter en dan hebben we hier weer een codeblok. Dus wat er nu gebeurt, start is um, iets, een stuk code dat uit wordt gevoerd door Unity zelf op het moment dat de game begint. Dus wat er hier gebeurt is alles wat wij dadelijk hier in deze uh, twee accolades gaan schrijven in die startfunctie. Uh, we, we noemen dit overigens uh, methods. En een method is eigenlijk een gegroepeerd stuk code. Komen we zo even op terug. Wat belangrijk is om te weten, alles wat hier tussen uh, bij public void start en dan tussen de accolades, dus niet de haakjes, maar de accolades staat, dat gaat er gebeuren met dit component als de game begint. Wat we willen doen is we willen een berichtje sturen met Hallo allemaal, als de game begint, typ even mee: debug, d-e-b-u-g, punt, en dit is allemaal aan elkaar: debug met een hoofdletter, punt, log met een hoofdletter, haakjes openen, die sluiten vaak automatisch en dan met dubbele aanhalingstekens. Het mag technisch gezien ook met enkele, maar voor de zekerheid doe ik dubbele, dubbele aanhalingstekens. En dan zetten we neer uh, in die dubbele aanhalingstekens: mag je schrijven wat je wil. Dus bijvoorbeeld: Hallo allemaal. Uh, Fred maakt games hier. Met een smiley, uiteraard. Dat is in principe alles wat we hoeven te doen. om ervoor te zorgen dat dit bericht naar Unity, uh, naar de console, wordt gestuurd. Behalve nog één ding. Aan de rechterkant zie je nu hier een rood kringeltje onder staan. Dat wil zeggen dat er daar in de code iets mis is, waardoor uh, C-Sharp, eigenlijk de, de compiler Unity, dat die niet helemaal weet wat hiermee moet gebeuren. En dat komt omdat er in C-Sharp uh, alle commando's afsluiten met een puntkomma. Op het moment dat we deze, uh, nou, weet je, laten we deze eens eerst opslaan uh, zonder de puntkomma, dan kun je zien wat er in Unity gebeurt. Ik open de Unity en dan staat er hier inderdaad een foutmelding in de console. Hier moeten we dadelijk dus ook kijken. Um, Hallo allemaal.cs, dat is C-Sharp script. Uh, error, lalala, puntkomma expected. Dus ze verwachten een puntkomma om, de, om het commando af te sluiten. Nou, puntkomma, kringeltje gaat weg, opslaan, terug naar Unity. Nou is de error weg, maar ons bericht staat er nog niet. Dat komt omdat de game nog niet uh, gespeeld wordt. Druk nu op play. Nadat de game klaar is, dan, blijft, dan blijven de berichten in de console staan... En normaal gesproken, wat volgens mij automatisch ingesteld staat, is als je dan weer met uh, de Play begint, dan wordt de console weggehaald. En komt het bericht opnieuw terecht, want je start de game opnieuw. En dan staat er hier inderdaad: Hallo allemaal, Fred Maak Games hier. Top, we hebben onze eerste regel geschreven. Mocht je dit nou niet zien, zorg er dan voor dat je even controleert. Of je wel een GameObject hebt met het hello, allemaal script en dat er een vinkje voor staat. Als je het hello, allemaal script namelijk niet aan een GameObject toevoegt, dan gebeurt er niks, want dan weet Unity niet van het bestaan van dat script in de gamewereld af. Even terug naar de code. Wat hebben we hier nou eigenlijk getypt? Wat we eigenlijk zeggen is: op het moment dat Unity de uh, game start en dit script komt voorbij, dan heb je hier de startmethode en alles wat hier staat, alle regelscode die hier in de uh, start method staan, dus tussen die uh, accolades. We komen straks terug op wat method precies zijn. Dat wordt regel voor regel uitgevoerd. Dus als je bijvoorbeeld uh, debug.log hebt, dan wordt dat uitgevoerd, dan komt hij de accolades sluit uh, tegen, stopt hij uh, de, uh, de uitvoering van dit script, verder staat er namelijk niks, omdat we verder natuurlijk nog niks hebben toegevoegd. Maar wat je bijvoorbeeld kan doen is, je voegt een nieuwe regel toe hierna, je schrijft weer debug.log, en je schrijft bijvoorbeeld, dit is het tweede bericht. Oké, okay, let op de puntkomma. Opslaan. We gaan terug naar de game. Die staat er natuurlijk nog niet. We drukken even op Clear. Uh, we drukken op Play en dan zie je hier, hallo allemaal, Fredma Games hier. Dit is het tweede bericht. Dus dit is de volgorde die we nu hebben aangegeven. Als ik nu de game stop, ik ga terug naar de code en ik zet dit tweede bericht voor het eerste bericht. Ik sla op en ik ga terug naar Unity. Clear console play. Dan zie je, dit is de tweede bericht als eerste. En daarna, hallo allemaal, Fredma Games hier. Het is dus goed om te weten, en ook enorm belangrijk om te weten, dat de code eigenlijk altijd in deze volgorde gedaan wordt: van boven naar beneden. Tenzij, dat komen, daar komen we daar ook op terug, anders aangegeven. Nou, dit schrijven we even weg. Druk op opslaan. En wat er eigenlijk gebeurt is, er is een script genaamd debug. Dat is een script vanuit Unity zelf. En die heeft dus een methode genaamd log. En log zorgt er eigenlijk voor, wat jij tussen die twee haakjes zet, en in dit geval tussen de dubbele aanhalingstekens, dat schrijf je naar de console toe. Log is hierbij vergelijkbaar met start, want dit is ook een methode die we hier neer hebben. Maar start is een speciale methode die Unity één keer uitvoert. Namelijk bij de start van de game. En log van het script debug wordt uitgevoerd op het moment dat jij wil dat het uitgevoerd wordt. Dus ik kan nu zeggen debug.log, wat je er dan ook heen gooit. En dan kan ik daarna nog een keer zeggen debug.log. En ik kan dat nog twintig keer zeggen. Dat maakt niet uit. Dus dat wordt handmatig aangeroepen en start wordt automatisch aangeroepen. Dus zo zijn er een paar van die automatische uh, methodes, komen we nog op terug. Maar in principe, normaal gesproken bij. Uh, methodes van uh, classes of scripts. Classes komen ook nog op terug. Is het zo? Je schrijft eigenlijk eerst de naam van het script op. Dus Debug is in dit geval het script. Dat zie je hier trouwens ook staan. Ik, het kan zijn dat je dat uh, bij jouw versie niet ziet. Ik heb hier Debug geschreven en dat komt vanuit UnityEngine.Debug. We schrijven Debug.Log. Dat is de, de methode die we zelf aan kunnen roepen. Er zijn nog heel veel verschillende soorten, maar laten we het hierbij houden. En vervolgens zeg je wat je wil. Zeggen. Dit is een belangrijke hier. Want hier in start zie je uh, haakje open, haakje sluiten, daar staat niks tussenin. En dat wil zeggen dat het aanroepen van die methode gewoon gedaan kan worden zonder extra informatie. Op het moment dat je bijvoorbeeld een methode hebt die wel extra informatie nodig heeft, zoals log, dan moet je die informatie meegeven. Je hebt eigenlijk twee soorten uh, methodes. De, uh, degene zoals start. Waarbij uh, haakje open, haakje sluiten en er zit niks tussenin. Dat wil zeggen dat je eigenlijk geen informatie nodig hebt om dit aan te roepen. Je zou bij wijze van spreken gewoon kunnen zeggen start. En klaar. Debug.log, zoals je ziet, uh, heeft wel informatie nodig. En dat is namelijk hetgeen wat je naar de console wil schrijven. Dus dan zeg je debug.log haak je openen. En dan zie je al dat er gezegd wordt ik heb iets nodig wat ik naar de console moet schrijven en dat is in dit geval een stuk tekst dus aanhalingstekens openen tekst en punt komma als we het zo over uh, wat uitgebreider over uh, methodes gaan hebben dan komt dit ook aan bod maar dan weet je in ieder geval het verschil tussen uh, start bijvoorbeeld in dit geval zonder informatie en log met extra informatie Oké, okay, we hebben dus al gehad over dat start een speciale methode is in Unity. En een andere hele belangrijke speciale methode is update: public void update. En dan wordt die automatisch aangemaakt als het goed is. En update is code die ieder frame wordt uitgevoerd. En als je games speelt, uh, vooral op de computer, dan heb je denk ik wel een, al een idee van wat frames uh, eigenlijk zijn. Hoe meer frames per seconde, hoe soepeler je game draait. In wat er eigenlijk gebeurt is in ieder frame wordt jouw hele game opnieuw gerenderd. En gaat de game kijken van oké, okay, doet de speler nu iets, uh, drukt het op knoppen, dat soort zaken. Het update bijvoorbeeld ook uh, de posities van bullets of het, er gebeurt van alles in een update. In Unity is dus alle code die je in deze speciale update methode schrijft, die wordt ieder frame aangeroepen. Het aantal frames per seconde is gedeeltelijk afhankelijk van je computer, maar ook van hoe jij je game uh, maakt. In principe is het zo, hoe sneller jouw computer is, hoe meer frames per seconde het aan kan. Als je een trage computer hebt die langer doet over het berekenen van de hele frame, dan kan die tragere computer dus minder frames per seconde aan? Minder frames per seconde wil zeggen dat je game wat. op het moment dat je veel frames per seconde aan kan, zoals 60, dan voelt alles veel vloeiender aan. Want je hebt namelijk meer frames in een seconde zitten. En om het meteen even heel duidelijk te maken hoe dat werkt: als ik hier een debug.log inzet en ik zeg frame, wat dan ook, mag je zelf weten. Um, en ik eindig met een punt Ik sla op. N nooit vergeten op te slaan. Ik ga terug naar Unity. Ik uh, clear de console even en ik druk op Play. Bereid je voor. Hoppakee. Kijk eens. Ieder frame wordt het frame bericht uitgevoerd en naar de console gelogd. Dit is niet heel goed voor je game. Dus dit gaan we even weghalen. Maar dan weet je in ieder geval dat dat blijft gebeuren zolang de game draait. Die gooi ik even weg. Om dit allemaal wat meer in de praktijk te brengen, uh, ga ik in Unity. In de sample scene. Hallo zeg game object, gooi ik even weg, die hebben we niet meer nodig. Gewoon overigens aanklikken en op delete. Rechtermuisknop, 3D object en een cube. En voilà, we hebben een kubus in de scene. Dit lijkt nu op een vierkantje. Als ik naar de scene view ga, dan zie je dat het een kubus is. En om ervoor te zorgen dat we dit beeld uh, krijgen, wat misschien wat uh, mooier is, klikken we uh, op de main camera in de hierarchy rechtermuisknop align with view. En dan zie je dat de camera goed rechtgezet is, eigenlijk zodat we de cube mooi van de, uh, van de voorkant uh, zien. En wat we gaan doen, even de console weghalen. Wat we gaan doen, is we gaan uh, deze cube vanuit zichzelf laten bewegen. En dat doen we dus bijvoorbeeld in de update. Want je kan in de update ervoor zorgen dat er ieder frame een klein beetje wordt bewogen met de kubus. Normaal gesproken in Unity zorg je ervoor dat een script of een component precies één ding doet. En aangezien dit "hallo allemaal" script eigenlijk bedoeld is als debug log om de speler te laten weten het, of om de ontwikkelaar te laten weten dat het spel begonnen is, gooien we deze even weg. Gaan we naar Unity en maken we een nieuw script aan. Dus in de scripts folder create C# -sharp script. En deze gaat, dit script gaat ervoor zorgen dat de kubus beweegt. Dus ik noem hem MoveCube. En wat ik altijd zelf makkelijker vind, is om deze meteen aan de cube toe te voegen. Dus we, wat er trouwens ook kan, is dat je uh, sleept van MoveCube naar de inspector. Daar zie je hem al meteen instaan. Super. Om er ook daadwerkelijk iets mee te doen, dubbelklikken op MoveCube. En zoals je ziet is er weer een best wel uh, aantal zaken automatisch gegenereerd. En dat zijn dus de start- en update-methodes, want die gebruik je namelijk heel erg veel. Start hebben we in dit geval niet nodig, dus die gooien we weg. De update hebben we natuurlijk wel nodig. En om een game object te verplaatsen, moeten we eigenlijk uh, de positie gaan uh, uh, veranderen. En de positie, als je even terug gaat naar Unity. en ik klik de cube aan. Hier rechtsbovenin zie je transform staan met position, rotation en scale. En dat zijn eigenlijk de, uh, dat, dat zijn de eigenschappen van de kubus die bepalen hoe, wat en waar het in de gamewereld uh, staat. Dus als ik de positie aanpas door bijvoorbeeld hier op, het X, uh, op de X te gaan staan... dan zie je dat de cursor verandert en dan kun je hem ingedrukt houden en links naar rechts slepen. Hetzelfde met I. I is overigens in een... ik zal even de scene laten zien. Unity werkt met het volgende uh, coördinatiesysteem. Dit is X. Dit is I, zo omhoog en omlaag. En Z wordt gebruikt voor de diepte. Goed om te weten. Oké, okay, terug naar de transform. Dus dan weet je nu in ieder geval wat de transform is met de positie. De ik zal hem even terugzetten op 0. De rotation is de, ja, goed, de rotatie van de kubus en de schaal is hoe groot het is. Komen we ook weer later op terug. We gaan nu eerst even naar de code. We moeten er dus voor zorgen dat die position van de transform aangepast wordt automatisch met de update. Dus in de update. Eerder had ik al laten zien dat die log dan pak je eigenlijk uh, van het Debug script de log uh, methode. We gaan nu een soortgelijk gelijk toepassen. Namelijk, we willen van een bepaald component willen we een waarde weten of aanpassen. En in dit geval is dat dus de position van de transform. Dus wat we hier in de update kunnen doen, is zeggen transform. Dit is een interessante, want transform in dit geval wil dus zeggen van het Game object waar het script aan is gekoppeld. Ik laat het zo zien hoe het. Uh, ik, ik maak het zo nog duidelijker. Maar in dit geval transform punt. Want van de transform wil ik de position hebben. Dus position. Je ziet al dat die aangevuld wordt. En die position, die wil ik aan gaan passen. Transform punt. Translate. En translate is niet het. Engels, ja dat is ook het Engelse, maar in dit geval wordt translate niet bedoeld het vertalen, maar translate in uh, de, de, de wiskunde en gameontwikkeling is ook wel het verplaatsen van dingen. Dus in dat geval transform.translate wil dus zeggen dat je de positie van het gameobject uh, dat, dat dit script gaat, gaat, uh, gaat uh, gebruiken, dat je daar de positie van wijzigt. Nou, wat gaan we daarmee doen? Haak je open, want het is een methode. En dan zie je hier dat uh, de translate die heeft een vector 3 nodig en vector vectors überhaupt zijn een uh, interessant concept enorm belangrijk uh, voor gameontwikkeling maar je raadt het al daar kom ik even in, in een andere video op terug dat is namelijk ook wat ingewikkelder verdient zijn eigen video om het makkelijk te maken nu zeggen we vector 3 punt right dat wil zeggen we gaan naar rechts eigenlijk simpel gezegd dus Translate naar rechts. Uh, uit, uiteraard afsluiten met een punt komma. Hoe gaat dit eruit zien? We gaan naar Unity, druk op Play en binnen een seconde is de kubus uit beeld geschoten. En dat komt onder andere omdat er geen correctie wordt gedaan per frame. Ik heb een redelijk snelle computer, dat wil zeggen dat er relatief veel frames per seconde uitgevoerd kunnen worden. Zeker met een enorm kleine game. Daar, daar kunnen we met gemak. 800 frames per seconde uh, voorkomen. Dus als jij 800 keer in 1 seconde dat kubusje naar rechts beweegt, dan is dat heel erg veel. Vector 3: rechts is namelijk een hele unit uh, in Unity naar rechts. Dus die, die position gaat van 0 naar 1 gelijk. En een frame later naar 2. Een frame later naar 3. Dit gebeurt dus 800 keer. Vandaar dat je binnen een, een fractie van een seconde het allemaal ziet verdwijnen. Om ervoor te zorgen dat er dus een correctie gedaan wordt over het aantal frames, gaan we terug naar de code. En wat je eigenlijk wil: het, het nadeel van dit dat het afhankelijk is van uh, het aantal frames per seconde, is dus dat als jij een snelle computer hebt, dan zal de game de cube veel sneller naar rechts bewegen dan wanneer je een trage computer hebt. Dus wat we eigenlijk willen. Is dat de kubus op een snelheid beweegt ongeacht, onafhankelijk van hoe snel je computer is of hoeveel frames je per seconde kan doen. Dus dat, je, dat wil eigenlijk zeggen. Um, binnen een seconde gaat de kubus van speler A net zoveel naar rechts als die van speler B. Ongeacht hoe snel je computer is. En om dat te doen, gaan we hier in vector 3right daarna wel nog dus tussen uh, de T van right en het sluitende haakje, <laughs> spatie, keer, en keer is het sterretje, keer um, de lengte van de vorige frame. Ook dit zal in een aparte video uitgelegd worden, maar neem van mij aan, op het moment dat je de lengte van de frame vermenigvuldigt met, uh, met hoeveel je naar rechts wil, dan krijg je een, de juiste waarde. En, maar, maar, maar hoe krijg je dan de lengte van een frame? Daar heeft Unity gelukkig zelf een functie voor. En dat krijg je met time. Punt, let o, alsnog op de hoofdletters. Delta time. En dan zie je hier ook die interval in seconds from the last frame to the current one. Oftewel, het interval uh, hoeveel tijd er zit tussen de laatste frame en deze frame. Dus de lengte van de overgang van frames. Maakt niet uit. Delta time. Als ik nu terug naar Unity ga en ik druk op play dan zie je dat hij op een prima snelheid naar rechts beweegt. Wat ik natuurlijk ook kan doen, dat is ook wel leuk, in plaats van vector3.right uh, kan ik zeggen left. En uiteraard zonder enige verrassing voor jullie, waarschijnlijk, als ik dan op play druk, dan gaat hij de andere kant op. Top. Laten we het iets, iets spannender maken door ervoor te zorgen dat de speler in ieder geval invloed heeft op uh, de game. En om makkelijk te beginnen, gaan we ervoor zorgen dat of de kubus naar links of naar rechts beweegt, afhankelijk is van uh, de, of de speler op. We moeten daarvoor twee dingen doen. Ten eerste, uh, we moeten Unity laten kijken op welke knop de speler drukt. En ten tweede, we moeten eigenlijk gaan zeggen: als de speler op pijltje naar links drukt, dan moet er iets gebeuren. Dan moet de kubus naar links bewegen. Die kubus moet niet naar links bewegen als de speler niks doet. of... ...als de speler bijvoorbeeld op een hele andere toets drukt, bijvoorbeeld pijltje naar rechts. En wat je dan krijgt is wat we noemen een if-statement. La laat ik het even heel simpel maken in een uh, C-sharp voorbeeld. Dit is even buiten Unity. Maar uh, bijvoorbeeld if en uh, leeftijd is groter of gelijk aan 16 dan uh, mag game spelen. Weet ik het. Dus wat je eigenlijk in dit geval zegt is. Um, ik voer deze methode, mag een game spelen, die bestaat niet, maar doe even alsof het wel is. Die voer ik alleen maar uit als. wat er hier tussen die haakjes staat, waar is. Dus in dit geval als de leeftijd. van een speler. hoger of gelijk is aan 16. Dus als de speler uh, 16 jaar of ouder is, dan mag de game gespeeld worden. Stel nou dat die leeftijd 8 is, dan mag die game dus niet gespeeld worden. En. Bij een if-statement uh, is het dus de bedoeling dat je begint letterlijk met de woorden if. Dus je zet eigenlijk tussen haakjes wat er gecontroleerd moet worden. Als dat zo is, dan, hier komen we weer die accolades, dan voer alles uit wat er tussen de accolades staat. Dit is natuurlijk niet uh, voor toepassing voor ons, dus wat we gaan doen is we gaan een if-statement gebruiken om te kijken of de speler een toets indrukt. Dit is ook heel belangrijk om dat in de update te doen. Je wil namelijk ieder frame controleren of uh, de speler een knop indrukt. Dus wat we hier gaan doen is: if, haakje openen. En de manier om te controleren of een speler een knop indrukt in Unity is om te zeggen: input, punt. En input is dus een script. Van Unity, dat uh, eigenlijk de interactie met de gebruiker. Uh, de, waarmee je kan zien of de speler op een knop drukt. of de speler op een muistoets drukt, waar de muis is. Uh, alles van input van de speler, wat de speler dus aan de game geeft. zit in dat script. Dus in dit geval is het input: punt, get button down. En hier wordt het interessant. Want waar we eerst in het voorbeeld hadden if uh, leeftijd is uh, hoger of gelijk aan 16. Dat is dus een, een voorwaarde waarbij er gezegd wordt als een bepaald iets hoger of gelijk aan 16 is. Dan voer code uit. Maar in dit geval, get input down is een methode. En die methode geeft eigenlijk een waarde terug, ja of nee. Dus get button down. Laten we eerst even het uitschrijven, dan kan ik het zo meteen uitleggen. GetButtonDown vergeet niet om de haakjes open haakjes sluit te hebben, dan heb je dus twee haakjes sluit achter elkaar. En dan heeft die methode, die getButtonDown, die moet weten: oké, okay, welke knop wil je controleren? Nou, dat geef je aan met keycode. En let goed op dat keyencode met een hoofdletter is: code, punt, left, uh, arrow, Oké. Okay? Nou, we gaan naar het einde van de, van de statement. Enter, accolades, open site. En vervolgens krijgen we dit stuk codeblok. Nou, zie je dat er onder keycode.left arrow uh, rode lijntjes zijn. En nou zit ik me te bedenken: <laughs> uh, get button down is de verkeerde. Het moet zijn get key down. Belangrijk verschil, nu zijn de lijntjes weg. Wat dit eigenlijk wil zeggen, is Unity uh, gaat kijken in het input script... naar de methode getKeyDown. En dat is letterlijk een methode die alleen maar controleert... Uh, heeft de speler de knop die, die jij meegeeft, in dit geval linker pijltje... is die ingedrukt ja of nee? En dat ja of nee, dat geeft die terug aan if statement. Dus wat er eigenlijk gedaan wordt is... Uh, als, en dan vervolgens gaat uh, getKeyDown Key Down gaat controleren of iets waar is. Als dat waar is, top. Dan gaat dat uh, codeblok van if in. Zo niet, dan wordt dit geskipt. Dus als de speler de linker pijltjestoets heeft ingedrukt, dan moet ik die transform.translate hebben. Dus die verplaats ik van hier naar daar in de accolades. Ik ga nu even terug naar, uh, naar Unity en ik druk op Play. Er gebeurt niks. Zonder dat ik iets doe, gebeurt er niks. Als ik nu op pijltje naar links druk, ai, 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 ai. ik kan doen wat ik wil. Er gebeurt bijzonder weinig. Je ziet hier rechtsbovenin bij de als ik de cube aangeklikt heb, zie je rechtsboven wel iets veranderen, maar het is niet heel veel. Wat gaat hier fout? Dit is overigens een enorm, enorm belangrijk idee Eigenlijk in, uh, in, in games dat je gaat dingen programmeren, er gaan dingen fout. Je hebt soms geen idee wat er aan de hand is, maar dan is het belangrijk om uh, de code erbij te pakken en eens even te kijken wat er, wat er nou eigenlijk uh, gebeurt. En in dit geval weet ik het antwoord: dat scheelt. Um, Get key down gebeurt namelijk, geeft alleen maar ja terug op het moment. Dat jij de knop voor de eerste keer indrukt, het eerste frame dat je de knop indrukt. Dus als wij nu zeggen get key uh, down, dan doet hij dat maar voor één frame. Dat is niet de bedoeling. Dan halen we down weg, get key. Nu kijkt hij, ieder frame is de knop ingedrukt ja of nee. Dus als wij hem nu in gaan drukken en ingedrukt houden, dan blijft die get key uh, waar teruggeven. Dus nu pijltje links. En dit is al een heel stuk soepeler. Top. Pijltje rechts doet natuurlijk nog steeds niks. Daar gaan we nu aanpassen. Um, ja, ik zou zeggen: pauzeer de video. Kijk of je het uh, zelf kan doen. Dan wacht ik hier even tot je klaar bent. Eigenlijk, ook als je niet klaar bent, ga ik trouwens nog steeds door. Dus we gaan gewoon door. Maar zet er vooral even op pauze als je wil. Oké, okay. uiteraard voor de rechts is het hetzelfde. If input.getkey, keycode.rightarrow. En dan heb je natuurlijk nodig, dus als een pijltje naar links, transform.translate, vector3.right, want we gaan naar rechts, keer, time delta time Oké. Okay. We gaan eens kijken of dit werkt. Ja. En ja, top. Nice. Ik zie overigens dat ik de. Als de x-as heb omgedraaid. pijltje naar links gaat naar rechts. Pijltje naar rechts gaat naar links. Dat is niet handig. Uh, maar dat komt, en dat is dus uh, het, het assenstelsel waar ik het net over had. Als je die position van x naar min beweegt, dan gaat die naar rechts. Dat is niet de bedoeling. Uh, maar dat komt omdat ik per ongeluk de uh, camera heb omgedraaid. <laughs> als je uh, uitzoomt, dan kun je zien dat x positief. Uh, het, het, waar het pijltje naartoe staat, is de, positief. Dus als ik mijn camera nu omdraai. Dit is eigenlijk wat we zouden willen hebben. Als ik nu positief maak, dan gaat hij die, die kant op. Maar goed, voor nu maakt het niet zoveel uit. Je zou het aan kunnen passen. Uh, ik ga dat nu niet doen. Je zou het aan kunnen passen. Maar voor nu, voor de demo, is het niet voor toepassing. Oké, okay, de laatste belangrijke stap. In deze video, dat is best wel een grote stap. Dat is ook een heel erg belangrijk onderdeel van programmeren. Dat zijn variabelen. En op zich cool dat we nu de kubus van links naar rechts kunnen bewegen. Maar het is altijd op dezelfde snelheid en dat is best saai. Het zou handig zijn als we die snelheid zelf kunnen instellen uh, in Unity. Of misschien zelfs beter, de speler laten bepalen wat de snelheid uh, zou moeten zijn. Maar hiervoor hebben we dus variabelen nodig. Een variabele is eigenlijk een stuk data met een naam dat kan uh, veranderen. En je op verschillende plaatsen in de code kunt gebruiken. Bijvoorbeeld in het doorgeven van uh, methodes. Nou, dat klinkt misschien een beetje lastig hoe ik het uitleg, maar laat ik het even in de code uh, zien. Stel nou. Uh, en dit is overigens een goede truc. Op het moment dat je twee. Forward slashes gebruikt, dan zul je zien dat de coderegel uh, grijs wordt. Dan kun je intypen wat je wil. Er komen geen foutmeldingen. En wat, het, wat er hier eigenlijk gebeurt, is uh, dat Unity uh, deze regelcode compleet negeert. Daar doet hij niks mee. Nou, waarom is dat handig? Dat is handig om uh, ervoor te zorgen dat jij als ontwikkelaar, net als wat je hier ziet, eigenlijk een soort documentatie achter kan laten voor bijvoorbeeld voor jezelf of voor andere mensen die aan hetzelfde project werken zo heeft Unity bijvoorbeeld automatisch gezegd uh, hier bovenaan de update. Update is called once per frame. Nou, Super handig om te weten. Dat had ik misschien niet geweten als dat er niet stond. Uh, in dit geval is het misschien handig om dit eventjes zo uh, neer te schrijven. Dan hoef ik niet alle code meteen te doen. Stel een variabele is a en a is uh, 13. Nou, dan heb je nog een variabele b. Dat is gewoon een stukje data met de waarde 5. En. C, nou wil ik dat C de optelsom is van a en b. Dus c is gelijk aan a plus b. Nou, dat kan ik op deze manier doen. C is a uh, plus b. En wat er nu eigenlijk gebeurd is, hier, uh, kijk, de makkelijke versie zou zijn: uh, c is 13 plus, uh, ja, plus 5. Maar wat nou als een van die waarden verandert? Dus als wij voor a niet 13 willen, maar 5 of 7, of uh, 400 miljoen 288, Ideetje. dan moeten we dat iedere keer handmatig aanpassen in alle formules. En dat is misschien niet makkelijk. Dus in plaats van dat we zeggen C is 13 plus 5, zeggen we C is A plus B. Dat wil in dit geval zeggen, uh, A plus B, 13 plus 5, is 18. En stel nou dat we nu zeggen, in plaats van 13 doen we 11, dus A is 11. Nou, dan zal de waarde van C automatisch veranderen. A plus B is dit keer 16 in plaats van 18 naar 16. Je hebt misschien, zonder dat je het in de gaten had, al een voorbeeld hiervan gezien. Namelijk, als ik hier naar transform.position ga, dan is position een positie van een X, Y en Z plaats in de gamewereld. Dat is een variabele. En die wordt aangepast door Translate. Dat ga ik je nu laten zien in de game. Ik ga naar Unity. Klik op de kubus. Rechtsbovenin in Transform zie je die Position, Rotation en Scale die we al hadden gezien. Dit zijn allemaal variabelen. Op het moment dat ik voor x niet 0 invul, maar ik vul 1 in, dan zie je dat de kubus beweegt. Die Position.x is nu 1 in plaats van 0. Op het moment dat ik terug ga naar de code, en ik heb hier dus ingevuld transform.translate, wat er dan eigenlijk gebeurt, die translate, uh, wat, wat er onderliggend in Unity gebeurt, is dat hij zegt, oké, okay, transform.position moet aangepast worden naar een waarde die hier wordt meegegeven. Je zou het, zo je zou het zelfs zo kunnen doen, dat je zegt transform.position, die verander ik handmatig naar... Dit moet je even negeren, naar 0,00. Dat is ook een manier om een variabele aan te passen. Dus een variabele is een stukje data uh, met een naam, in dit geval de naam is position, en die heeft een bepaalde waarde van een bepaald uh, type. Maar het is wel belangrijk om te weten dat een variabele eigenlijk altijd een, een soort heeft, een type. Uh, en een type kan bijvoorbeeld zijn, een variabele kan een stuk tekst zijn. Uh, wat we hebben gezien in hallo allemaal. Hè? Dus dit zou bijvoorbeeld, nu is dit geen variabele, komen we nog op terug. Maar dit stuk tekst zou in een variabele gezet kunnen worden. Uh, hele nummers, uh, zoals een leeftijd, dat, dat zou ook een variabele uh, soort kunnen zijn. Maar het kan dus ook een positie in een gamewereld zijn. Wat we hebben gezien met transform.position. Dat is eigenlijk een soort mini-verzameling van drie waarden, x, y, z. Dat zijn allemaal soorten variabelen. En voor Unity en in C-Sharp is het heel belangrijk dat ieder variabel in ieder geval een naam heeft. Een soort. Dus bijvoorbeeld um, je hebt de variabele uh, uh, leeftijd. En leeftijd is van het type hele nummers. En het heeft een waarde. Nou, bijvoorbeeld 13 als je 13 jaar oud bent. Daarbij het volgende. Dit is misschien wel makkelijk om op te schrijven. Um, je hebt hele getallen. Die noemen we int van het Engelse integers, dat zijn hele getallen. Uh, je hebt comma-getallen. Uh, dus ik zal er even bij zetten: bijvoorbeeld 6. Je hebt comma-getallen, die heten floats, of een float bedoel ik. En uh, dat is bijvoorbeeld uh, 3,65. Je hebt stukken tekst, die noemen ze strings. En in dat geval komt het van het Engels uh, ketting. Het is eigenlijk een ketting aan aparte tekens. Dus uh, tekst is bijvoorbeeld: dat zijn vijf uh, aparte karakters. De T-E-K-S-T. -E dat vormt een ketting, een string aan karakters, namelijk tekst. Dus dat is bijvoorbeeld: uh, hallo allemaal. En een ander soort kan zijn: een ja of nee. Ja of nee, dat noemen we een. Bool, B-O-O-L, dat staat voor boolean en dat is eigenlijk is iets, is iets waar of niet waar. Nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken in een if uh, statement. Als een bepaald iets waar is, dan ga je iets doen. Nou, hoe, hoe kunnen we dit nou eigenlijk gebruiken? Uh, nou, laten we een variabele aanmaken om de snelheid van de kubus uh, mee aan te passen. Nou, dan gaan we dit even weghalen, deze ook, want dit was een voorbeeld. En dan zetten we bijvoorbeeld bovenin uh, de update een nieuwe regel. En de manier waarop je variabelen aanmaakt, is je geeft in C-sharp tenminste. Je geeft eerst aan wat voor soort uh, data het is. Daarna geef je de naam. Dan een is-teken. En dan de waarde. Dus in dit geval is bijvoorbeeld uh, float, want we willen een komma-getal. Snelheid is, ik noem het maar iets, 3,65. Punt komma. Altijd afsluiten met een puntkomma. Nu is het toevallig bij, um, bij float datatypes. Moet je 3.65, moet je achteraan een f invullen. Dan is het allemaal goed. Dat, dan weet C Sharp dat het hier om een getal gaat. Nou, hoe kunnen we die nou gebruiken? Uh, ja, eigenlijk heel simpel. Hier in de translate hebben we al vector3.left keer time, .delta time. Dit zijn allebei variabelen. Left is namelijk 1,0,0. Nee, zeg ik zeg verkeerd. Min 1, 0, 0. En delta time is een variabele die wordt gezet en berekend door Unity zelf. En wat we hiermee gaan doen is. Uh, de, de, keer de snelheid. En je zult ook zien dat um, Visual Studio ziet dat jij die net hebt aangemaakt. Dus dat is ook prima. Keer de snelheid. Keer de snelheid. En als wij nu naar uh, Unity gaan en we drukken op Play. Dan zul je ook zien dat hij een heel stuk sneller beweegt dan net. Als ik deze variabelen nu aanpas naar uh, 10 bijvoorbeeld, dan hoef ik dus vervolgens niet overal waar ik snelheid wil gebruiken, uh, 3,65 te veranderen naar 10, wat best nog wel eens wat werk kan zijn. Maar kan ik het dus gewoon in die variabelen aanpassen? Als ik nu op play druk, dan zie je dat de kubus nog veel sneller beweegt. Ik zet hem af. Dus wat er nu eigenlijk gebeurt, is dat uh, als ik hem op 10 heb staan, is dat uh, de, de, de snelheid is nu 10 keer zoveel, 10 keer sneller dan uh, wat hij normaal gesproken doet als je alleen vector uh, left keer delta-time hebt. Nu is het natuurlijk wel leuk om de speler een beetje uh, invloed te laten hebben op deze snelheidwaarde. Want de manier waarop variabelen in dit geval werken, is die snelheid is aangemaakt binnen. Het update code blok. Dat wil zeggen dat, uh, dat, dat je dit uh, snelheidsvariabelen alleen maar kan gebruiken binnen dit blok met code. Dus stel dat ik hier uh, een public void start neerzet, dan zul je zien dat de snelheid nu niet meer gebruikt kan worden. En dat komt omdat je hebt hem aangemaakt binnen, uh, binnen update. Dan kan hij niet ergens anders in de code gezet worden. Hoe we dat wel kunnen doen is om het heel simpel buiten de update aan te maken, maar binnen uh, de accolades van het de, van de, van de script. Dus helemaal bovenaan, na het openings, uh, de openingsaccolade van deze, zetten we neer uh, float snelheid is 10f. Dan vervolgens hoef ik deze in de update niet meer aan te maken als ik deze weghaal, dan zul je zien dat er ook geen errors hier komen te staan. Hij ziet snelheid. Oh ja, die heb je eerder in je script al aangemaakt. Superhandig. Top. Dat wil zeggen dat als ik nu een public void start aanmaak, ziet die snelheid wel en kan ik die ook aanpassen zonder enige problemen. Nou laten we het in de, in de update even simpel houden. Wat we eigenlijk willen is: als de speler op uh, uh, Q drukt, dan gaat de snelheid naar beneden, en op E gaat de snelheid omhoog. Bijvoorbeeld. Nou dat doen we zoals altijd in de update. Uh, hier: if input.getkey. Keycode.punt, en dan Q. Je kan ook letterlijk daarin de Q invullen. Oké, laten eens openen. In dit geval moeten we het even iets anders doen. We moeten niet get key gebruiken, maar we moeten key down gebruiken. We willen namelijk niet dat op het moment dat de speler een knop indrukt en weer loslaat, dan stel nou dat je hem maar heel even hebt ingedrukt, dan uh, heb je toch vaak dat er meerdere frames, uh, dat hij die key down heeft. Dus dat wil, best, dat wil zeggen dat hij heel snel heel, heel erg hard naar beneden gaat. Dus dat is niet makkelijk. In dit geval moeten we ervoor zorgen dat hij één keer de snelheid aanpast. Dan moet de speler hem... Weghalen en dan weer opnieuw indrukken om de snelheid weer omlaag te halen, dus input.getKeyDown. Uh, input het leuke is, we kunnen nu zeggen: snelheid is snelheid min 1. Wat we daarmee doen, is eigenlijk, we zeggen dus de waarde van de snelheid die in het begin op 10 wordt gezet, daar gaan we er 1 van aftrekken. Dus dan houden we 9 over in dit geval. Drukt de speler nog een keer op Q, dan wordt er gezegd: Oké, okay, de snelheid is 9. Dus we gaan zeggen: 9 min 1 is 8. Drukt de speler nog een keer op Q, dan is die snelheid dus 8. Nog een keer, nog een keer. Nou, dat, dat lijkt me uh, duidelijk. Wat we, we gaan ook het andere doen: get key down uh, keycode is E. En dan hebben we juist het omgedraaide: snelheid is snelheid plus 1. Oké, okay. laten we even kijken of dit werkt. Speel ik hem? Nogmaals, Q is langzamer. Ik ga naar links en rechts. Hij gaat nog steeds erg snel. Ik druk een paar keer op Q. Hij gaat al een stuk langzamer. Dan druk ik nog een paar keer op Q. En dan gaat hij weer nog langzamer. Druk ik nu echt flink een aantal keer op E, dan gaat hij weer super snel. Top! Dat is precies wat we willen. Nu heeft de speler eigenlijk controle over de snelheid van de kubus. Het nadeel is alleen dat. Wij nu niet weten wat de snelheid is. En normaal gesproken, als wij hier uh, de zaak aanpassen, dus wij gaan nu met pijltje links en rechts, dan zie je hier dat de position aangepast wordt naarmate wij de knop ingedrukt houden. Maar in ons MoveCube script staat de snelheid daar niet. Om ervoor te zorgen dat wij de snelheid in de inspector van, uh, van het script kunnen aanpassen, uh, maken we in plaats van float zeggen we public. Float. En public wil zeggen dat andere uh, scripts en andere stukken van de engine. ook toegang hebben tot. Uh, de variabele snelheid. en het zelfs ook aan kunnen passen. Als, dat zul je nu ook zien als je terug gaat naar Unity. dan staat er in uh, de Move Cube script. zie je in één keer snelheid. En die staat op 10. wat we ook hebben ingesteld. Maar ik kan dit ook zelf. naar 5 of naar 1 zetten. Als ik nu het naar 1 heb gezet en de game speel. Zul je zien dat hij heel erg langzaam beweegt. Zet ik hem nu terwijl hij speelt in de inspector op 12. Dan beweegt hij weer heel snel. Nou, handig toch? Overigens kun je, en dat is even een laatste tip. Uh, kun je zelf natuurlijk me uh, methodes schrijven. Dus je hebt de start en update die hebben we gehad. Nu is het normaal gesproken fijn om groepen, uh, uh, stukken code die bij elkaar horen, om die in één methode te zetten. Zodat je eigenlijk een, een methode moet eigenlijk één ding doen. Um, en in dit geval willen we eigenlijk een methode die ervoor zorgt dat uh, de, de input van spelers afgehandeld wordt. Uh, dus als ik hier alle stukken code van de if get key en get key down allemaal selecteer, uh, ik knip die weg. Onder update zet ik een. Uh, public void handle player input mag je zelf weten hoe het heet uh, het heeft geen extra informatie nodig dus je hoeft niks tussen de uh, haakjes te zetten acculade open acculade sluiten enter om het een beetje overzichtelijk te maken en ik plak het hier allemaal in nu hebben wij een aparte methode we gaan terug dit dit, dit kun je dus zelf ook aanroepen dat scheelt we gaan terug naar unity druk op play en kapot Helaas. En dat komt om een methode uh, die niet start of update is uh, te kunnen gebruiken, moeten we die handmatig aanroepen. Hetzelfde als wat we hebben gedaan bij debug.log. Dus in die update, in plaats van dat we dit allemaal hier hebben staan, hebben we het nu hier naartoe verplaatst. Maar in die update moeten we nu, nu natuurlijk wel nog zeggen: handle player input, haakje open, haakje sluiten en punt komma. En wat er nu gebeurt is dus ieder frame, ieder iedere keer dat update wordt aangeroepen, roept hij de handle player input aan. En we gaan nu naar de code om even te controleren dat het klopt. Top, het werkt weer. Oké, okay, we hebben nu een hoop theorie gehad. Het is natuurlijk veel leuker om hiermee aan de slag te gaan in een voorbeeld van een echte game. En dat gaan we in de volgende video doen. We gaan namelijk onze eigen Pong uh, game maken. Dat is een hele interessante game om zelf te maken. Omdat het best wel relatief makkelijk is. Um, het lijkt me niet zin om meteen een World of Warcraft, Fortnite of uh, wat dan ook zelf te gaan maken. Is iets complexer. Het makkelijkste voorbeeld eigenlijk om te maken is Pong. Uh, daar komen namelijk... Alle de dingen die we nu hebben besproken, die uh, komen heel erg goed van pas in het maken van Pong. En uiteraard krijg je natuurlijk ook meer informatie over uh, hoe botsingen werken, hoe physics werken en, da en dat soort zaken. Dat is allemaal iets te veel om in deze ene video uh, te doen. Dus in de volgende video gaan we Pong maken. En dan gaan we natuurlijk aan de slag met alles wat we hebben geleerd en veel meer. Oftewel, blijf kijken en tot de volgende video.